Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Welkom bij een nieuwe podcast voor de Bewustzijnsschool. Mijn naam is Dina Perla Portner. Voor de Bewustzijnsschool geef ik les in A Course in Miracles. Het zijn sessies in persoonlijke groei die daarop gebaseerd zijn. En daarin, in die sessies bespreken we eigenlijk van alles als we het hebben over het leven. Dus allemaal verschillende thema's. En af en toe komt er ook een beetje Kabbala in voor. Wie mij nog niet kent, wees welkom om een keertje aan te schuiven. Nou, in deze podcast gaan we het hebben over het nieuwe jaar. We zitten alweer in januari en dat is ook wel de maand van de planning en van goede intenties en voornemens. Veel mensen willen vaak ook weer fit worden, afvallen, een onderneming beginnen, een droom werkelijkheid maken. Het kan dan wel misschien een reis zijn ergens naartoe of een verbouwing of een boot kopen. Maakt niet uit wat het is. En wat je ook veel ziet, is dat mensen echt gaan nadenken over hun passie en ook over met purpose leven. Dat is eigenlijk een beetje waar januari voor staat. En eigenlijk zou ik een heel ander soort thema voor de planning van het nieuwe jaar naar voren willen brengen, naar voren willen halen en in de spotlights willen zetten. Namelijk relaties. En dan is het ook natuurlijk liefdesrelaties, maar eigenlijk alle soorten relaties die wij kunnen hebben met mensen. Er is een werk van Robin Norwood. En dat is een vrouw die een boek schreef. In het Nederlands is dat vertaald met als titel Als hij maar gelukkig is. En het gaat over vrouwen die te veel in de liefde investeren. De titel is eigenlijk een beetje misleidend, want het gaat eigenlijk over verschillende patronen. En die patronen die zijn ook wel terug te vinden in relaties natuurlijk, hè, als het gaat om mannen richting vrouwen. Dus het is eigenlijk een boek met als titel, ja, als hij maar gelukkig is. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon zijn als zij maar gelukkig is. En we zien ook wel echt dat de kwaliteit van onze relaties wel vaker op de proef wordt gesteld. En dat dat soms behoorlijk wat werk oplevert en niet altijd gemakkelijk gaat. Nou, zij kijkt als psychologe naar bepaalde patronen. Zaken zoals afhankelijkheid, zaken zoals ontkenning in de jeugd en wat dat dan bijvoorbeeld later in het leven met een mens doet. Enzovoort. Haar focuspunt ligt toch wel inderdaad op romantische relaties. Alleen aan het eind komt zij eigenlijk met de belangrijkste punten. Namelijk, er zijn drie belangrijke categorieën waar veel mensen vaak invallen. En dat zijn de categorie slachtoffer, de categorie voorvechter en de categorie redder. Slachtoffer, voorvechter en redder. Vaak komen deze patronen erin omdat wij inderdaad bepaalde ervaringen hebben, bijvoorbeeld in onze jeugd, waardoor wij richting anderen en in de interactie als er iets gebeurt in één van die drie categorieën vervallen. Slachtoffer, redder of voorvechter. Ik zal het bijvoorbeeld even wat duidelijker maken aan de hand van mijn levensgeschiedenis. Ik heb zelf te maken gehad met zwaar lichamelijk en geestelijk geweld in mijn jeugd. En zoveel vanuit de familiegeschiedenis meegemaakt dat er hele boeken over geschreven kunnen worden. En ja, al deze situaties zijn inderdaad ook allemaal voorgekomen. Niets aan de feiten kloppen niet. Maar het ligt natuurlijk wel allemaal in het verleden. En toch heeft het mij gevormd op een bepaalde manier. Het meeste wat ik heb willen doen in mijn leven is alles omdraaien. Dus letterlijk 180 graden anders leven dan waar ik vandaan kom en dan wat ik gezien heb.
Nou, als je kijkt naar de relaties en ook bijvoorbeeld ook relaties met nieuwe mensen die niet zo heel goed begrijpen waar bepaalde dingen vandaan komen of waarom ik op een bepaalde manier in elkaar zit of welke gevoelige wonden er nog af en toe aangeraakt kunnen worden in de interactie met mensen. Dan is het soms moeilijk om dingen te begrijpen. En dan kom je toch wel gauw inderdaad weer in die drie patronen. Namelijk slachtoffer, voorvechter en redder. Als ik het wat concreter zou maken. Als iets niet goed gaat tussen mij en iemand anders in de interactie. Dan kan ik bijvoorbeeld mezelf heel zielig vinden. En in een slachtofferrol vervallen. Van ja, maar dit kan niet. En dit klopt niet. En dit is echt niet oké wat die ander doet. Enzovoort. Het tweede wat ik kan doen is als voorvechter zeggen van ja, maar algemeen, dit is echt een no-go. Dit is echt gedrag van wat niet toepasselijk is of wat algemener vrouwen horen op een bepaalde manier behandeld te worden. En dan is dit niet gepast of nou wat het ook is. En als redder kan ik denken, nou ja, diegene doet bepaalde dingen die niet zo goed zijn, maar dat komt ergens vandaan. Ik ben het er niet mee eens, maar ik wil diegene ook verbeteren. En als ik mij maar goed genoeg inzet en hard genoeg, dan zal dat veranderen. En dan zal diegene ook steeds beter worden. Dus laat ik die persoon maar gaan redden. Laat ik mij helemaal, al is het echt door middel van opoffering, ervoor zorgen dat diegene tot zijn recht of haar recht komt. En dat ik dan maar, mij dan keihard maar moet gaan inzetten. Dus het is even heel simpel gesteld wat het doet met de interactie tussen jou en iemand anders of tussen jou en anderen of in een familierelatie, in een vriendschappelijke relatie, in een werkrelatie, in een liefdesrelatie uiteraard enzovoort. En het mooie is dat als ik A Course in Miracles, een cursus der wonderen, een psychologisch spiritueel systeem van deze tijd erbij haal, dan zie je ook wel dat ieder moment in het nu belangrijk is. Dat alles wat er gebeurd is in het verleden ligt en dat daar ook niks meer aan gedaan kan worden. Sterker nog, het is een soort van schim. Dus het betekent dat ja, inderdaad zijn er bepaalde dingen gebeurd. En ja, feiten zijn feiten. En ja, laten we dat zeker niet vanuit menselijk perspectief bagatelliseren. Alleen, het gaat om van de kruisiging, als het ware, de crucifixion naar resurrection, naar het hogere, naar je betere zelf, je authentieke zelf, je volmaakte zelf, je vergevende zelf, je verzoenende zelf. Makkelijk is het niet. Natuurlijk is het keihard werken. Maar dat betekent dus wel dat je op een gegeven moment, ook al gaat het om behoorlijk beladen jeugdgeschiedenissen, dat je jezelf meeneemt in het leven en zelf de keuze moet gaan maken met iedere situatie die je tegenkomt, of je in een van die drie patronen vervalt, namelijk slachtofferschap of slachtoffervoorvechter of redder zijn, of dat je die drie patronen achterwege laat en vanuit een ander perspectief naar de situatie gaat kijken, vanuit kracht. En dat is oefenen. En dat is constant iedere situatie die op je pad komt aangrijpen om het juiste te kiezen. Er is een hele bekende quote, eigenlijk de belangrijkste en de meest bekende quote van A Course in Miracles misschien wel, die zo bekend is dat mensen er bijna, die het werk goed kennen, er bijna vermoeid door raken. Maar daar zit de kern in. Iedere dag gaat het erom om het beste naar voren te halen, om je dienstbaar op te stellen en dan te denken, where would you have me go? What would you have me do? What would you have me say? And to whom? Want we zijn allemaal leerlingen en docenten.
En iedereen die op ons pad komt, die heeft een bepaalde functie, een bepaalde rol om bepaalde dingen bijvoorbeeld aan te stippen of bepaalde dingen te leren of bepaalde dingen af te werken enzovoort. Dus dat hele wat A Course in Miracles een speciale relatie noemen ze dat, wordt in het werk genoemd. Dus het hele dramatische tussen mensen qua interactie. Wat dan vaak terugkomt inderdaad op deze drie categorieën van slachtoffer, redder en voorvechter. Dat is eigenlijk een 3D-ervaring waar we... Ja, van laten we zeggen ook wel enigszins lagere frequentie waar we uit kunnen blijven. Het kan namelijk beter. Er zijn initiatieven om dit allemaal beter te doen en vanuit een hogere zelf in ieder moment andere keuzes te maken. Een hogere zelf, een authentieke zelf, een ziel, een kern, een innerlijke mens, een Boeddha zelf, een Shakina zelf, welke term je ook wil gebruiken, is er ook om te realiseren dat wij allemaal één zijn. En dat ook de persoon in kwestie waar nou, bijvoorbeeld iets niet goed mee is gebeurd, dat ook die persoon een volmaakte zelf heeft. En op dat niveau kunnen handelen, maar ook vanuit dat standpunt in de wereld staan en daarnaar kunnen kijken. Ja, dat vraagt behoorlijk wat training. Maar als je eenmaal ervaren hebt dat je echt letterlijk één bent met iedereen en met het universum of de bron of liefde of energie of God of hoe je het ook wil noemen, welke term je ook wil gebruiken, als je dat echt ervaren hebt, dan is er geen weg meer terug. En ik kan dit conceptueel, laten we zeggen in abstracte woorden, duidelijk maken. Ik kan dit als idee duidelijk maken. Maar het als idee begrijpen en echt ervaren zijn toch wel twee hele verschillende dingen. Ik heb het mogen ervaren, voornamelijk in 2016. En dat heeft mij zo veranderd dat ik eigenlijk nu ook op een andere manier inderdaad in het leven sta en ook met mensen bezig ben als het gaat om de interactie en hoe ik met bepaalde zaken omga of niet. Vanuit mijn persoonlijke menselijke 3D-ervaring en geschiedenis en dan voornamelijk familiegeschiedenis... Waarbij eigenlijk noem het een thema en alles is zo een beetje aan bod gekomen, is het nog wel moeilijk om niet in een slachtofferpositie te komen of in een positie van voorvechter of van redder. Het is ook niet zo gek. Hè? Op het moment dat je op psychologisch niveau toch wel bepaalde... Ja, klappen hebt meegemaakt en veel op je bordje hebt gekregen, is het ook niet raar. En het is ook niet raar om bijvoorbeeld dan niet zo snel mensen te vertrouwen of nou wat er ook afspeelt of kan afspelen in een mensenleven. Maar uiteindelijk, en dat is ook wel het mooie, dat is misschien wel de tweede quote in A Course in Miracles die zo belangrijk is en zo bekend. En eigenlijk zou ik zeggen, de crux van A Course in Miracles is of eigenlijk een soort van samenvatting. En dat is dat nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. En dit is eigenlijk een soort van samenvatting van waar het om gaat. Want alle drama en alle zaken tussen mensen enzovoort, dat is heel aangrijpend. Zeker in het geval van liefde. He, liefdesrelaties zijn hard werken en zijn lastig. En ja, dat is ook een soort van detoxproces heel vaak, hè. We komen ook samen om aan bepaalde zaken te werken, om te groeien als mensen enzovoort. Maar goed, het is ook een illusie waar we in zitten. Want alles wat echt is, kan niet worden bedreigd. En alles wat niet echt is,
bestaat dus niet. En dat is dus de peace of God. Dus de rust die wij hebben van het weten ook dat er iets groters is dan onszelf. En feitelijk kunnen we ook wel zeggen dat wat voor soort probleem of uitdaging, als je het zo wil noemen, wat voor zaak wij dan ook tegenkomen in het leven, het is allemaal een soort vorm van één probleem, namelijk de verbinding met onszelf en met het geheel. En zeker als wij op een gegeven moment in een veranderingsfase zitten, waarin we bepaalde dingen anders willen doen of anders willen aanpakken. Nou, in dit geval bijvoorbeeld voor mij als groot voornemen voor dit jaar is om wat voor relaties dan ook met mensen, wat voor interactie dan ook, op een naar een hoger niveau te tillen en op een hogere frequentie uit laten komen. En dus door niet in de rollen van slachtoffer, voorvechter en redder te belanden. Dat is een groot voornemen voor mij. Maar daarin zit nog steeds hetzelfde als kwestie, namelijk is mijn verbinding met mijzelf, met het geheel, met iedereen, met de bron, met God, met liefde, met energie, met de wereld, met noem maar op, is die helder? Is die goed? Kom ik daarbij? En wat geeft dat aan? En zeker als je in een nieuwe fase zit, waarin zoveel gebeurt, waarin je ook jezelf op een bepaalde manier herontdekt, zoals ook eigenlijk nu bij mij gaande is, dan kijk je toch wel ook op een andere manier naar dit soort zaken en maak je ook misschien wel andere beslissingen en weet je ook misschien even een tijdje niet welke beslissingen je wel of niet moet maken of hoe je ergens wel of niet op moet reageren. En hoe je bijvoorbeeld de bepaalde interacties die je kunt hebben met mensen, hoe je die vanuit een hoger niveau kunt aanpakken. Dat is dan toch wel even weer naar binnen keren. Naar jezelf luisteren en zorgen dat je geschakeld bent met alles en iedereen, met het geheel. En van daaruit de beslissingen maken. En dus ook niet afwijken van wie je wil en wie je bent in de wereld. Want als we daaraan gaan twijfelen, aan hetgene wat we wel weten, dan komen we sowieso niet verder in die interactie met mensen. Of het nou werk is, of het nou inderdaad die vriendschap is, of nieuwe vriendschappen, of liefde, of daten, of nou, wat het ook is. Dus hetgene wat wij hieruit mee kunnen nemen is dat wat wij ook doen en hoe wij ook op bepaalde zaken reageren, het kan vanuit een primair iets, vanuit een soort van, dat noemen ze ook wel apenbrein, monkey brain, hè, de eerste reactie die wij hebben. En dat is vaak ook wel, laten we zeggen, wat minder sierlijk, wat lagere frequentie, wat misschien wel qua menselijk perspectief hartstikke normaal is. Ja, A Course in Miracles is er niet bijvoorbeeld als systeem om te zeggen dat bepaalde dingen niet gebeuren en ach, het is maar een illusie op menselijk niveau, dus laten we maar alles pikken en iedereen in ons leven laten enzovoort. Dat is het niet. Het gaat er ook soms om, om de juiste grenzen te stellen, om soms een nee te verkondigen, om te weten dat er soms duidelijk afstand moet blijven tussen jou en iemand anders. Of dat je bijvoorbeeld niet voor een bepaalde klus gaat, omdat dat niet past bij wat goed voor jou is op dit moment. Of wat je kunt bieden, of wat het ook is. En dat is nogal een pad om te bewandelen en ook wel de lessen die wij leren in ons leven. En doen we het allemaal goed? Op ieder moment zeker niet. Daarom is het ook zo ontzettend ingewikkeld om goed met elkaar om te gaan. Alleen hetgene wat we wel hebben is zorgen dat wij verbonden zijn met onszelf, verbonden met het geheel, goed naar binnen te keren, goed te luisteren. En we kunnen altijd even iets pauzeren en parkeren en ergens op terugkomen.
Uiteindelijk, als wij terugkomen bij de grote wensen die de meeste mensen zo hebben in januari en de planningen die mensen maken, of dat nou gaat om werk, of een droom uit te laten komen, of een onderneming te beginnen, of te sporten, of wat het ook is. Uiteindelijk liggen relaties daar natuurlijk ook ter grondslag aan. Het gaat er ook om dat die relaties deze doelstellingen kunnen ondersteunen. En soms ook behoorlijk in de weg kunnen zitten. Als je behoorlijk wordt afgeleid en niet goed kan functioneren, omdat het bijvoorbeeld niet goed gaat tussen jou en de liefde, dan leidt, ik zeg maar wat, je onderneming daar bijvoorbeeld ook onder. Als je niet iemand hebt die jou support in een proces van sporten en van beweging en gezond eten enzovoorts, en die steeds maar bijvoorbeeld met ongezond eten voorkomt, dan is het heel moeilijk om zo'n proces te ondergaan. Als je niet de juiste mensen om je heen hebt om advies te vragen, is het heel moeilijk om te weten wat het volgende bijvoorbeeld is voor jou als werk. En zo kun je zien dat al die doelstellingen die wij hebben rondom het nieuwe jaar en rondom januari waar we in zitten, ook wel echt gebaseerd is op die relaties. En vandaar dat eigenlijk mijn boodschap is: wat voor doelstelling je dan ook hebt, wat voor planning je voor dit jaar dan ook zou willen maken, zorg ervoor dat je toch echt eerst even gaat kijken naar hoe gaat het eigenlijk met de relaties? Wat voor soort relaties zijn er? Wat kan ik daarmee? Kan ik dingen nog beter gaan aanvoelen? Beter gaan aanpakken? Wat hoort bij mij? Zeker als je in een proces van transitie gaat, waarin alles opnieuw uitvinden en herontdekken is. En nogmaals, dat is eigenlijk ook wel mijn verhaal, namelijk een hele cirkel is gesloten. Ik begrijp het geheel van waar ik vandaan kom. De familiegeschiedenis is mij helder. Ik snap het hele verhaal. Ik heb het omgedraaid voor zover dat mogelijk is. Uiteindelijk een relatie van 18 jaar uit liefde en kracht ook afgesloten. En dat betekent dat ik dus in een hele nieuwe fase zit van nieuwe mensen leren kennen, van daten, van mijzelf opnieuw uitvinden, van weten wat wel of niet bij mij past. En ook van relaties toch ook wel op een hele ander, echt op een ander niveau aanpakken. En dat kunnen nieuwe vriendschappen zijn, dat kunnen oude vriendschappen zijn, dat kunnen werkzaken zijn, maar ook dus op het gebied van liefde. En in die nieuwe fase wil ik het ook dus beter doen. Nou, en daar komt dan dit werk van zowel Robin Norwood, wat eigenlijk gaat dus over liefdesrelaties, en zij heeft het echt toegespitst op vrouwen versus mannen, zeg maar. Dus vrouwen die te veel in de liefde willen investeren, ten koste van zichzelf. Maar ja, eigenlijk die patroon van slachtoffer, voorvechter en redder, die zijn dus te rijmen in wat voor soort interactie dan ook. En daar heeft dan A Course in Miracles daar ook hele mooie ideeën over die ons kunnen versterken. Nou, als laatste iets meer uit de Kabbala dan. Nog een idee, namelijk het leven is ook steeds een leerproces waarbij iedere nieuwe fase waar we in zitten een soort van ronde in de boksring is. En het begint eigenlijk heel moeilijk. Al het begin is altijd wel wat stroever en wat moeilijker. En in mijn geval ook wel met behoorlijk wat angsten af en toe, in plaats van liefde. Maar zo groei je verder en zo ga je verder in een nieuwe fase, in een nieuwe ronde, waarbij die ronde ook steeds makkelijker en steeds makkelijker wordt. En je steeds meer zaken overwint en uiteindelijk heb je die hele ronde ook weer gehad. En dan ga je weer naar het volgende en het volgende en het volgende. En dat is zo mooi om te zien. Dat is de ontwikkeling in onszelf en in de wereld. En dat heeft zeker alles met onze relaties te maken. Nou, ik wens je een heel inspirerend jaar toe met al het moois in relaties, al veel wijsheid, veel kracht en vooral ook veel gratie. En ik hoop dat wij elkaar weer snel spreken in een volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!